dat u heden geboren is. De zaligmaker. Hé, jongens en meisjes, wie is die zaligmaker? Wat kwam die doen? Kwam die ons geld brengen? Nee, hè? Kwam die ons voorspoed en geluk brengen? Ook niet, hè? Hij kwam voor iets veel groter. Hij kwam om jullie iets te geven. Goed luisteren, hoor. Wat jullie helemaal niet wilden hebben. Wij wilden goud en zilver en voorspoed en zegen en eten, vrede op aarde. Maar Jezus kwam voor iets wat wij niet wilden hebben. Maar hij wilde het ons geven. Vrede met God. Vergeving van zonde. Daarom is zijn naam zaligmaker. Mensen gebruiken dat woordje zalig. Gebruiken mensen wel eens. Bijvoorbeeld dat ze lekker iets lekkers vinden. En zeggen dat is ook zalig. Ik denk dat je dat beter maar niet kunt gebruiken. Dat woordje zalig voor iets wat je lekker vindt. Want zalig is veel iets groters, iets heerlijkers dan iets wat lekker is. Zalig is, als je mag weten, dat dit kind, Jezus, ook voor jou naar deze wereld is gekomen.